Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga voor jullie een mini roomtour doen, want het is nog niet helemaal klaar. Moeten nog de plinten, de gordijnen moeten nog komen. Vitrage is er al. Maar ik ga dus een roomtour voor jullie opnemen. Dus veel kijkplezier. Hier staat de commode. Hier is de deur. Heel leuk behangetje. En er moet nog een nieuwe lamp komen. De commode is gewoon precies hetzelfde ingedeeld. Hier ligt Eefje. Nou ja, jullie weten natuurlijk hoe de indeling is van de kasten. Daar moet nog iets anders voor komen voor de lightbed, een grotere. Maar dit is dus ook de kleur. En een super schattig behangetje. Nou, dan moet nog een paar dingetjes gedaan worden bij de commode. Maar hier ligt dus Eefje. En dan hebben we lijstjes. Een poesje. Een Eefje. Een Fientje. En hier is Fientje haar bed. Hier staat de. Hier ligt het babynestje. Hier is haar jasjes. Voor de winter. En hier ligt Thijs. De bedjes moeten nog anders opgemaakt worden, maar dat komt in de volgende roomtour. Dit is het behangetje. Met Thijs en Bram en hele schattige. Het is niet zo heel erg fijn, Bram, maar... Hier ligt dus Bram. Moet zijn muts nog op. Dus nou ja, mijn deel dat laat ik pas zien als alles klaar is. En de vitrage. Ik heb expres gekozen voor vitrage zodat het niet te licht is. En een beetje een gelig kleurtje voor de muur en mintgroenig. En dat is dit kleurtje. Die past het beste bij. Deze had ik gevonden bij Action. Voor de mensen die het willen weten is de commode komt van IKEA. Kasten komen van IKEA. Wiegjes komen van Babydump. En behang komt, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar het ruikt lekker naar Zwitserland. En wat alleen dan al anders is, is dat ze dan, hier liggen nu de broekjes. Bij de meiden is het alleen nog. Bedden goed. Maar de bedjes ga ik nog anders opmaken. Bij Fientje is dat ook zo. Maar jullie hebben natuurlijk al gezien dat ik heb opgeruimd. En er komt binnenkort ook een video over hoe ik de speentjes. Of de flesjes van de speentjes dicht. Dit is dus de kleur. Ik weet niet hoe het overkomt op de video. Maar hier ligt Fientje. En ik heb hier wat knuffeltjes. Hier zo. Dan moet nog wat netter gemaakt worden. En er moet een nieuw gordijn komen nog. Maar die is nog niet binnen.
jasjes. Nou ja, en hij ligt dus thuis. De video wordt niet heel erg lang, maar... Maar dit is het dus. Kijk. Dus de mannen en de dames liggen dus apart. Dat vond ik wel het mooist. Nou, als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je deze video leuk vindt. En ik hoop dat, nou, zal zeggen eind oktober... dat er de volledige roomtour plus mijn kamer komt. Dus dan laat ik jullie het nog wel weten. En na deze video komt er dus een video over hoe ik dus de speentjes van de flesjes dicht. En ja, dus... Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Hieronder. En vergeet niet op het belletje te klikken. Dan mis je nooit meer een video. En laat een reactie achter als je deze video leuk vindt. Ik hoop. En als het lukt, dat er, dan komt er weer gewoon normaal op vrijdag weer een video om 2 uur. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg! Bedankt voor het kijken. Dag! Laat een reactie achter als je deze video leuk vindt. Doeg!